Hallo, hier ben ik weer met mijn laatste video over Sjaan het schaap. Ik was vergeten om de staart nog op video te zetten, voordat ik het voor jullie nu ga doen. Ik heb weer een dubbele draad genomen en weer naald nummer 6 in de crème kleur. Wat we eerst gaan doen, we gaan een lusje maken. Lusje eromheen en dan gaan we 18 lossen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan gaan we een vaste doen in de tweede steek vanaf de naald. En daarna doe je nog 15 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, ho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en nog 1 is 15. En dan doe je 3 vasten in de laatste steek. Eén, twee, drie. Trek het staartje even aan en die ga ik natuurlijk weer meehaken. Tussen de steekjes. En dan gaan we weer 14. Wacht even hoor. Ja, 14 vasten haken. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10, 11, 12, 13, 14, en in de laatste steek doe je 2 vasten. 1, 2, en dan pak je een halve vaste in de eerste steek. Van het begin. Zo. Dan doe je, we kijken hoor, weer een halve vaste. En dan gaan we dus hier verder werken. Dus dan doen we nou eerst 3 lossen. Daarna gaan we in dezelfde steek nog 3 stokjes haken. 1, 2,
En dat is nummer 3. En wat gaan we doen? Een tulpsteekje. Haal de lus op. Steek hem door de derde losse. En je haalt de lus door. Doe je weer 2 lossen. Je slaat een steek over. En je begint, die sla je over. En je begint in die steek weer met een tulpsteek. Doe je weer 4 stokjes. Pak de lus weer op. En je haalt hem door. En je doet weer 2 lossen. Dat ga je door tot je ongeveer hier bent. Bij de op 3 steken na, de bovenste, waar jullie net de 3 in hebben gedaan. Dan kom ik weer bij jullie terug. Tot zometeen. Daar ben ik weer. Wat je nu over hebt, is die 3 daarbovenin en 1 ervoor. Je gaat weer 2 lossen haken. Je slaat een steek over en dan begin je in de volgende steek. Met een tulpsteek. Wat je nu gaat doen, is in de volgende 3 steken die nu komen, in elke steek een tulpsteek. Of in de volgende 2 die nu komen. Je hebt nou al 1 erboven. Ja, in de volgende 2 die nu komen, ga je 2 tulpsteek. Of ga je tulpsteek haken. Want je gaat in principe nou gewoon de bocht om, naar de andere kant. Weer 2 lossen en je gaat weer in de volgende steek. Dus nu sla je even geen steker over, maar je gaat even in die 2 bovenste even door. Twee lossen en nu sla je weer een steek over en kom je in de volgende steek. Dus zit je in principe tegenover de andere. Het komt niet heel precies, maar het moet wel een beetje op volgorde. Weer een tulpsteek. En zo ga je weer door. Tot je straks aan het einde bent van de andere kant. En dan zie ik jullie daar zo meteen terug. Dus je gaat nou gewoon door. Tot je hier weer bent. Ongeveer. En dan kom ik bij jullie terug. Daar ben ik weer. In totaal heb je nu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, als het goed is. Nee, moet ik het tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 van de tulpjes op je staart. Nu kan je er in principe hier nog 1 bij doen. Maar je moet hem ook vastnaaien in de holte van je ronde cirkel, van de achterkant. Ik weet niet hoeveel je dan overhoudt, maar ik doe er nog 1 bij. Dus dan kom je op 18 uit.
Je slaat weer de steek over. En dan doe je de laatste in. De laatste tulp. Je kan de staart ook langer maken, je kan hem korter maken. Maar denk er wel om dat je met een even aantal steken doet. Want anders kom je niet uit. Ik heb het nou met 18 gedaan, maar je kan het ook zeggen van nou, ik wil hem wat langer, dan doe je met 20 of 22 of 24, wat je mooi vindt. Nu ga ik even naar deze steek, daarnaast. Die ga ik even meer omhoog halen, zodat je daar straks de hele zaak aan vast kan naaien. Zo. En dan ga je hem afhechten. Dit is de bedoeling van de staart van Sjaal. Het is niet heel moeilijk. En dan ga je met dit draadje straks, die hou je er gewoon aan. Die leg je op in het midden van je ronde cirkel. En dan naai je hem gewoon eraan vast. Ik hoop dat het heel duidelijk voor jullie is. Ik zou zeggen, veel succes ermee.